Ik ben Annemarie Haak van de Bornse Krant en ik sta hier aan de Stroom S-vijver, waar druk getraind wordt voor aanstaande zondag. En ik praat met Bertus Botters van de Estafette Run. 10e keer, Bertus Botters. Ja, ons tweede lustrum, zijn we blij mee. Voor de 10e keer dat we hier, we hopen toch zo'n 400 kinderen. 400 deelnemers krijgen we van 200 kinderen aanstaande zondag. Alle basisscholen, of heel veel basisscholen, werken goed mee, dus veel komen er ook wel. Jullie doen de clinics hier samen met de Trios, triathlonvereniging. Ja. Zij werken hier aan mee, vertel eens. Nou, de clinics zijn een samenwerking tussen de Stichting Estafette Run en de gemeente Borne. En Trios, zo zou je het kunnen stellen. Het is een onderdeel, wat we hier achter ons zien, is een onderdeel van, laat ik zeggen, de gymlessen van de basisscholen. Hier zie je groep 6, 7 en 8 van de Vonder, school het Vonder. Eén keer per jaar doen ze dat, komen ze hier. Natuurlijk om ze voor te bereiden op de wedstrijd van aanstaande zondag, maar ook om gewoon kennis te maken met de loopsport, om lekker sportief bezig te zijn. Heb je enig idee hoeveel kinderen af nu deelnemen aan deze clinic? Nou, dit is een grote groep. Hè. We hebben zo in totaal 3,5 dagen en in die 3,5 dagen hebben we alle scholen komen langs. Dit zijn er 95. Alles bij elkaar een kleine 600 doen er mee, dus best wel veel. Nou ja, wat gebeurt er zondag? Om 11 uur starten deze kinderen van deze leeftijd. Met z'n vieren lopen ze, je ziet hier achter ons de Stroom S-vijver. Met z'n vieren lopen ze één voor één daarom rondjes omheen. Ja, dat is dus een estafette. En degene die het eerste wordt met zijn club, die wordt Borns scholenkampioen. Dat is om 11 uur. Dan om 11:30 starten we met de groepen tot en met groep 5. Die lopen een individuele loop van 400 meter. En die doen dat ook vaak voor een goed doel. Dus een sponsorloop is eraan gekoppeld. Dit jaar, vanwege ons lustrum, samelen we geld in voor de voedselbank. Het blijkt dat mensen die bij de voedselbank komen vaak weinig geld bijvoorbeeld voor fruit hebben. Dus daar lopen zij nu voor aanstaande zondag. Nou, dan is de zondag vervolgens ook nog een loop voor volwassenen. Die lopen wat verder, die lopen richting Hertsma en weer terug. Die lopen met z'n vieren samen 20 kilometer. En hoe zijn de reacties van de kinderen? Nou, is net wat Bertus zegt, is heel wisselend. Hè. Er zijn kinderen bij die heel enthousiast zijn, maar dat kun je ook zien. Die beoefenen zelf al een sport. Je kunt het ook aan hun bewegingspatroon zien en de coördinatie. Als ze al een sport beoefenen, met name bijvoorbeeld de veldsporten, voetbal, ook hockey of handbal, kun je zien, die kunnen al aardig hard lopen. Die kunnen ook het rondje om de vijver heel goed volbrengen. En andere kinderen die wat minder aan sport doen, die kunnen het rondje om de vijver niet volbrengen. Maar zou ik zeggen, mensen, laat uw kinderen bewegen, laat ze aan sport doen. Het maakt niet uit wat voor sport. Maar laat ze aan sport doen, het is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Meld je nog aan, www.estafetterunbonne.nl, het kan nog tot en met vrijdag. We verwachten ook zo'n 40 teams van 4, dus 150, 160 man. Maar dat mogen er best 3 keer zoveel zijn, daar hebben we wel ruimte voor. 3, 2, 1, go, zie maar! Goed zo, go, 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 go! Goed zo! En raak weer terug, goed zo! Goed zo! Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo.